Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. In deze video ga ik voor jullie iets super tofs doen. Voor mij is het awkward, want ik ga namelijk terugkijken op mijn oude video's. En ik maak al 2 jaar video's op YouTube, met veel liefde. Maar nu zijn ze helemaal perfect en 2 jaar geleden waren ze met mijn iPhone gefilmd. En met een keren camera die ik net nieuw had gekocht, echt voor 50 euro of zo. En daar dacht ik dus leuk mee te gaan vloggen. Maar als ik het geluid nu kijk en het geluid van nu, dan vind ik dit wack en dit wel top. Dus ik ga lekker mijn oude video's terugkijken. En de eerste vlog die we gaan bekijken is mijn allereerste video. En dat is vlog Amsterdam shoppen, Cody Simpson en de weg zoeken. En jullie kunnen nu mee gaan kijken met wat ik ga zien. Eeuw, mijn haar. Oh mijn god, Ines had ook nog lang haar. Oh nee, en ik had ook een beugel daar nog. Oh ja, dit. Mijn eerste video en gelijk denk ik, oh ik ben een vlogger. Oh, morgen misschien bewerken als ik lukt met de tijd. Ja, top. Top. Nou, wij gaan weer. We gaan zo meteen naar. Weer voor een werk. Dus ik ben weer voor Island. Mijn god. En dan duurtje bij Laplace. Dan gaan wij. Oh, hele planning heb ik hier, dus. Oké, en nu heel veel kleding passen bij de pool en beer. Ook geen leuk muziekje eronder of zo. Eeuw, dit hemdje heb ik nog steeds. Mijn god, heb ik die al 2 jaar en die draag ik nooit meer. Topje. Het is een hemdje. Topje, ugh. Hemdje. Ik zeg, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Maar vervolgens heb ik hem wel gekocht. Wat ging er mis? Hallo, dit is in de toekomst gefilmd. Of ja, toen had ik dit gefilmd. En ik ga vragen stellen voor de mensen die... Ja, in de comments, zeg maar. Dus dat is echt heel raar. Next. Deze trui, daar zit een heel leuk verhaal achter. Deze had ik gekocht. En deze trui had ik gekocht. En toen... Hier zit trouwens een heel leuk verhaal achter. Deze trui had ik hier niet gekocht. Omdat ik dacht van ja, weet je, ik had niet zoveel geld ervoor. En toen vond ik hem zo leuk dat ik hem alsnog heb gekocht. Erg hè. Voor je correctie, Jamie. Je had daar geen shirt aan. Je bedoelde misschien je broek. Je broek. De volgende video die we gaan bekijken is vlogmesdag nummer 7. En die vlog heet Naar Jul, film kijken en de bus gemist. Echt een domme titel. Goedemorgen en welkom bij vlogmes nummer 7. Oké, iets enthousiaster was ik hier. Ik ben hier een week en dat is zo ontzettend snel gegaan. Applausje voor mezelf. Vandaag staat er eigenlijk op de planning. Ik ga zo meteen om 1 uur een uur hiphoppen en daarna een uur fitness. Toen ben ik niet gegaan. Ha! Super leuk en dat ga ik natuurlijk ook filmen. Daarna ga ik naar... Wat? Naar Noordorp. Want dan blijf ik bij een vriendin van mij slapen. Want we zijn morgen de hele dag vrij. Dus dan kunnen we morgen ook nog wel wat doen. Die trui die ik hier aan had, die was zo lelijk. Ik snap echt niet waarom ik daar aan heb gedacht. Echt, ik vind het zo lelijk. Lekker ontbijt, het is nu lekker vroeg, het is 9 uur. Ja, tuurlijk James, 9 uur. Okay. Deze appelsap dus. En ik kijk nu excited. Ik voelde me toen echt serieus stoer, omdat ik die appelsap dronk. Hè. Die appelsap was hemels. Ik moet het sneller halen eigenlijk.
morning hits of zoiets. En ik ga nu lekker tosti opsmullen. Ik ben nu alweer thuis. Ha, grapje. Nee, ik was met de bus. Ik wilde mijn bus pakken. En toen kwam ik daar en hij reed weg. En de volgende bus kwam dat is waar. Dat is waar, maar dat van dat 2 uur later heb ik overdreven. Want hij kwam over 1/2 uur. Later, maar ik had geen zin om te wachten. Sorry. Maar ik moest 11:30 op school zijn. Dus ik ben nu gewoon thuis. Ik ga zo wel naar jullie Jenny toe. En ik skip heel vaak stuk hoor. Doei. Bazaar geweest voor Jutje. Waarom ging ik naar de Big Bazaar voor Jutje? En ik loop nu naar haar huis toe. Nee, naar de rakketaan. Ik ben nu onderweg aan Jill en ik had haar ook echt een dikke kop. My god. Het is nu bijna 2 uur. Ik ben over 2 uur bij haar, denk ik. En ik heb steeds een hele lange weg in de Oké, volgende. Ik zeg, het is 2 uur. Ik denk dat ik om 2 uur bij haar ben. Hoe dom was ik hier dan? Hallo? Tijd? Deze zit nog weg, ga ik blijven lopen. En dan ben ik er bij Jutje en dan moet het begint te regenen. En ze zegt... Je kan ook overdrijven, Jamie. Met het gaat regenen. Het ging miezeren. Dat is een ander woord. Voor regenen. Zo bizar. Ik ben al bijna een week aan het volgen. Ik ben 2 weken dinsdag begonnen. Dus morgen een week. Ik irriteer me dodelijk hard aan mijn lange haar hier. Kijk, ik voel me net Hans Kazan. Hans Kazan. Of nee, Hans Klok. Sorry, Hans Klok. Ik voel me hier net Hans Klok. Volgende. Ik ga dit afzetten, want ik vind dit zo stom. De volgende vlog... die ik ga bekijken is dag 9 van Vlogmas, dagelijkse vlogs na Vlogmas, school en veel gepraat. En de video duurt 5 minuten 1. Ik was wel erg kort met mijn video's. Goedemorgen. Ach, die trui. Vlogmas nummer 9. Ik ga vandaag surfvloggen. Zo te zien sta ik al bij de Randstadrail. Dit is vervolgens best wel haast, maar ik kan ook 2 minuten. Ja, dat hashtag overdreven, want dat was niet zo, denk ik. Ik sta op het station en ik neem jullie vandaag mee. Even voor de veiligheid. Jullie zijn al bij dag 10, ik ben bij dag 9. Dat ik 1 december dus weer vergeten te volgen. Shame on you, future! Zeg het ook. Dus dat 9 december, ik doe wel gewoon mee met de rest. Yeah. Ik ben 1 december vergeten, maar ik vlog wel gewoon dodelijk hard leuk mee met de rest. Wie is de rest? Ik zeg het wel doodleuk, maar wie is de rest? I don't know. Maar ik ben dus 1 dag vergeten, dus daarom ga ik naar school toe en dan zie ik jullie zo weer. Tot zo. Daar moet ik trouwens ook mee, gaan kappen. Met het tot zo, tot zo, tot zo. Tuurlijk kijken mensen nog de vlog als je dat hebt gezegd. Hallo, de video duurt 20 minuten. En na ieder stukje ga je zeggen tot zo. Zo van tot zo. Ik. Oh, ik haat dit vak. Ik ben misschien naar boven. Ik ben al een tijdje thuis. Maar ik. Het is ook een uur. Ik ben dus thuis. Like every day. En ik heb dus heel weinig gevlogd vandaag. Oké, ik kan dit niet meer aanzien. Ik zet mezelf elke keer maar meer voor schut. Oké. Dan gaan we nu naar een nieuwe video. En ik kreeg als comment erbij trouwens op die video. Ja, het is wel leuk als je dagelijks gaat vloggen. Je kan het altijd proberen. Maar dan moet je wel bijvoorbeeld in het weekend wat leuks gaan doen. En beter bewerken. Aanwaspunt. Nu is het elke keer hetzelfde en wordt saai. Dank je! Ik vond het ook al saai worden hoor. Ik heb mezelf echt voor schut gezet na deze video. Dank je voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!